Nee, het is geen normale telefoon, want er zitten twee simkaarten in. Zo, dat weten jullie ook weer. Waar ben ik? 3, 2, 1, bij het vuur. Oh, gaaf jongens. Hele zware knal. Hier ligt het hout. Daar zit de tafel met een bouwlamp. En dan heb je hier 1, 2, 3 zitgelegenheden. Wee, dat is veel jongens. Gaaf. Alles bij ons. We hebben worst. Olijfolie. Blikje bier. Heerlijk. Worst, zout. Mini zout. Dit zit ook nog helemaal vol. Die tas zit ook nog helemaal vol. Dat is een mooie bouwlamp, hè? Goed opletten wat er gebeurt als ik op de knop druk. Wow, dit ziet er mooi uit. Ja, het is goed uitgelicht. Ik ben wel blij dat ik hem meegenomen heb. Heel gaaf. Nou, ga even op de stoel zitten. Dit ding. Perfect. Beter kan gewoon niet. Ik had laatst een blik gekocht. Dat paste hier niet in. Dat was 2 liter bier. Dus ze hadden hem eigenlijk, voor jullie dus, zo'n stukje groter moeten maken. Dan had ook dat blik erin gepast. Maar goed. Heel even zitten. Zo. Heel erg gaaf. Ja, we hebben vandaag veel hout voor de deur. Niet doordenken. Heel erg gaaf, jongens. Kijk eens even. Ja, toch Jan? Jongens, we hebben er pas 2 op. Wow, we doen het heel erg rustig aan vandaag. Onvoorstelbaar. Ja, het kan ook leuk zijn met iets minder zuipen. Dat, ja, dat is toch gewoon zo. Hardblok. Ik laat het gewoon zien, jongens. Hoppakee. Kijk eens. Een gewicht even. Kijk eens, jongens. 3,5 uur lang blijft hij aan. Kijk eens eventjes hoe groot hij is. Ik sta een heel klein beetje te trillen door de kou. Want we dachten dat het 10 graden was. Maar ik tikte tegen de thermometer. En toen sprong die in één keer over naar 5,5, 6 zo'n beetje. Zo ongeveer. Dus dat is wel frisser dan, ja, dan we eigenlijk gedacht hadden. Marcia die heeft water gehaald. Dat zit dus daarin. Ja, het is weer gewoon een geweldige opstelling. Hier zitten we dus onder. Hij heeft hier zo'n klein stukje paracord gespannen, zeg maar. Aan die boom. Ik weet niet of jullie hem ergens kunnen zien. Nee, dat zien jullie niet. Het is een struik. Maar in ieder geval, hier moet er nog één staan. Anders zit het daar vast. Van die metalen dingetjes, zeg maar, die je kleiner kan maken. Dat is ook wel handig. En dan heb je eigenlijk een gedeelte van. Ja, wat zou het zijn? 1. Ja, voor jullie dus daar ongeveer. 2, 3. Ja, ik denk een kleine 4 meter. Nou, wacht even. 3,5 zo ongeveer. Is moeilijk te schatten op de camera en zo. Dat is op zich wel mooi. Ik denk dat ik er nog één bij ga halen. Ja, jongens, ik moet jullie iets vertellen. Ik was bij een winkel. En dan hadden ze van die speciale... Ja... Wat de jagers ook gebruiken en de boswachters van die kapjes. Met zo'n slee erin, zeg maar. Ik weet per god niet hoe die dingen heten. Marcia die zal het wel weten. En ik denk, ja, zo'n ding wil ik gaan halen. Maar geen van alle paste. Dus mijn maat hadden ze alweer niet. Dus dat is eigenlijk wel, wel jammer. Dus ik ben nog op zoek naar die dingen. We hebben grote brander bij me. En dan hebben we sterretjes bij me voor morgen voor Maaike. Dat is ook een mooi 70 centimeter. En dan hebben we vuurwerk bij ons. Ja, wat we natuurlijk niet gaan gebruiken, maar ik kan het jullie even laten zien. Van het jaar terwijl de euro werd ingevoerd. Uit dat jaar komt dit nog.
Dus ik ben heel benieuwd of het nog knalt, ja of nee. Het heeft wel altijd in de douche gelegen. Dus ja, echt droog heeft het ook niet gelegen. Maar we zullen het zien. We gaan het van de week een keer uittesten. Heel gaaf, jongens. Heel erg mooi, die vlammen. Dit is een blik bier. En dat wat jullie daar zien, dat is ook een blik bier. Kijk er maar eens even heel goed naar. Maar dan 5 liter. En dat heeft hij met een slijptol, dacht ik, gemaakt. Maar die dingen beginnen volgens mij een stuk groter te worden als ze straks. Hij zet volgens mij een beetje uit. Dus dat is wel gaaf. Wow. Brandt goed. Had ik eigenlijk die andere camera heb ik nu ook bij me. Maar die heb ik tot nu toe nog niet gebruikt. Dus ik hoop dat ik die morgen wel kan gaan gebruiken. Maaike heeft op zich ook wel aardig gefilmd. Dus dat is wel leuk. En ik zie dat ik op dit moment nog maar 18 minuten heb. Ja, vanwege de kou natuurlijk. Nou, ik hoop dat jullie die video weer mooi vonden. En ik ga hem weer afsluiten. Oh, nog wat. Mochten jullie ook een keer mee willen met Marcel en mij, dan moet je dat eventjes hier onder de video zetten. En dan kan het misschien wel geregeld worden. We zitten dan gewoon bij een camping zoals hier, dat je vuur mag maken. Dus mochten de kijkers of kijkerresjes of wat dan ook een keer mee willen, dat ze het een keer leuk vinden. Dus je ziet het, hoe gaaf wij erbij zitten. Dus het is altijd een gezellige avond. Dit hout, dat kun je trouwens daarachter bij een houtplaats gaan halen. En je hebt ook nog een boekenplaats waar allemaal boeken zitten. En er zit ook een kleine open haard of zoiets dergelijks. Dan ga ik morgen eventjes met Maaike filmen, want zij weet niet waar dat is. En dan gaan we eventjes daar een korte video maken. Dus dat is wel, ja, wel heel erg gaaf. En bovenin de hoek hadden ze, dacht ik, van die flesjes neergezet met de dop erop. Want Marcel zei al, zitten die dingen vol? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Dus dan gaan we morgen ook even kijken of dat volle flesjes zijn of dat die dingen gewoon leeg zijn. Ik denk dat ze gewoon leeg gedronken zijn, dop erop en gewoon teruggezet zijn geworden. Dus dat is wel gaaf. We hebben trouwens, straks hebben we hier, hebben we een wilde kat gezien. Hier is dat vogelhuisje. Kijk, hier ligt de bovenkant van dat ding. Dit is het vogelhuisje. En dan hebben we hier bij deze bank hebben wij een kat gespot. Het is trouwens ook wel mooi dat dat ding hier vlak bij onze plek zit. Daar kun je gewoon aan zitten, dus dat is wel gaaf. Nou, ik ga hiermee de video weer beëindigen. En tot de volgende keer maar weer. Doei!